hebben hier ons jaarlijkse festival, Chianti Festival. Dat is voor de 8e keer. Daar zijn we dus mee begonnen nadat we eigenlijk een hele nieuwe start gemaakt hebben zo'n 10, 12 jaar geleden. En met hoeveel koren zijn jullie hier? Vanmiddag zijn we met 3 koren. We beginnen natuurlijk met ons eigen koor, maar we hebben ook 2 gastkoren. 1 koor uit Noordwijkerhout en een koor van de Ringvaartzingers. We werken elk jaar met gastkoren in dit festival. We hebben het een paar keer geprobeerd met 3, maar dan werd het wel erg vol, dat hele programma. Dus we houden de laatste jaren met 2 gastkoren en dat is gewoon een hele mooie formule. En Ger, wat is er nou zo leuk aan Chianti zingen? Chianti zingen is eigenlijk, het komt vanuit je hart. En deze mensen die dus vroeger op de schepen zaten, die waren gewoon jaren weg. En als ze dan aan het werk waren, dan krijg je een soort samenhorigheid door liedjes te gaan zingen. Als je aan het werken bent, als je dingen aan het trekken bent, dan weet ik het allemaal. Of dat je aan het stappen bent, want dat deden ze vroeger natuurlijk ook. En dat zijn oude liedjes. Scheepsliederen en liedjes over zeemannen. En dat is gewoon, als je dat mee kan zingen, omdat het niet zo moeilijke teksten zijn. En dat komt uit de puntjes van je longen, dan geniet je volop. Zingen maakt gelukkig. Dat was een hele klasje.